Yo, 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 yo iedereen. Vandaag ben ik terug met een nieuwe vlindervideo. En waar we nu naar kijken is een prachtige soort nachtpaoog uit Centraal-Amerika. Dit is de Automerus maionia. Een soort nachtpaoog uit het geslacht Automerus. Die komt uit het land Mexico. Deze prachtige nachtpaoogen zien er misschien vrij uniek uit. Maar toch zijn er een aantal soorten die bijna identiek op deze vlinder lijken. En daarom is deze groep heel moeilijk te onderzoeken en moeilijk te onderscheiden van andere soorten. Zo bestaat er bijvoorbeeld de Automerus francae, maar ook Automerus noguerai, Automerus wenxeli en nog een paar andere die qua uiterlijk bijna identiek zijn en slecht te onderscheiden zonder ze te ontleden of moleculaire analyse te gebruiken. In gevangenschap is deze vlinder makkelijk te kweken en de rupsen die accepteren voornamelijk eik, maar ook wilg en verschillende soorten kers, prunus. En waarschijnlijk nog meer waardplanten, alhoewel er niet veel mensen zijn die hiermee willen experimenteren. Dit exemplaar heb ik zelf gekweekt in gevangenschap, van eitje tot vlinder. Alhoewel het toch vrij lastig was om ze op te kweken. Ik moest meer cocons bijbestellen omdat ik er niet genoeg had, waarschijnlijk om paringen te krijgen. Maar andere mensen hebben meer succes gehad dan ik en daarom noem ik deze vlinder toch makkelijk te kweken. Ondanks dat ik zelf problemen had met het dier in gevangenschap, weet ik dat onder de juiste omstandigheden het makkelijk is om er veel van te kweken. Wat we hier zien is een mannetje. En Automerus zijn een van mijn favoriete soorten nachtpaoogen. En het is tevens ook een van de grootste geslachten nachtpaoogen. Met meer dan 124 beschreven soorten Automerus. Ik hoop dat we in de toekomst op mijn kanaal meer soorten terug gaan zien. En dat jullie erbij zijn om dat te ervaren natuurlijk. Dit is alles wat ik wilde laten zien vandaag. Bedankt voor het kijken en ik hoop jullie snel terug te zien. Doei doei! Hey everyone, did you watch this video and wonder what the hell it was about? Well, there's good news. You can see the exact same content on my main channel. You see, I'm Bart Koppens, a YouTuber that films biology, insects and other things that match my interests. And I thought it was fun to make one small YouTube channel in my native language, in Dutch. But don't worry, there's not going to be any exclusive content on my channel. I'm just filming the same insects two times. One time in English and one time in Dutch, so you are not missing out on any content. If you watched this video and you were wondering what it was about, then check out my main channel called Bart Koppens and subscribe to it to see the same stuff in English. Bye bye!